Mehmet is een kebabverkoper, getrouwd en heeft vier kinderen. Hij begint een verhouding met de zangeres Katharina. Ze zingt in de band menigal servants. Omdat hij niet wil scheiden, scheidt Katharina van hem in de winter van 2006-2007. In de rechtbank zal later worden gezegd dat hij een leven wilde leiden met twee vrouwen. Mehmet begint zijn ex-geliefde te stolken. Politieaantekeningen zijn er van februari tot april 2007 op 29 september 2007 mishandeld Mehmet voor het eerst Katharina's moeder, 53 jaar. Hij knevelt en bindt haar vast en steelt haar sleutel van Katharina's flat. De moeder kan zichzelf bevrijden en belt de politie. Intussen heeft Mehmet Katharina echter al verstikt, terwijl haar dochter, die gehandicapt is na een hersenvliesontsteking, in de kamer ernaast slaapt. Mehmet geeft zichzelf daarna aan bij de politie. In juli 2008 begint het proces voor de regionale rechtbank van Dresden. In januari 2009 wordt de dader veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor moord. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over Eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek Eervraak.